Welkom bij de Boekenpodcast Het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Thijs Zonneveld over Mijn Gevecht, een biografie van ex-wielrenner Thomas Dekker. Thijs Zonneveld is sportjournalist en columnist voor het AD. Welkom Thijs. Hoi. Jij bent zelf ook beroepsrenner geweest. Ja, een heel kleintje. Maar in de marge. Wanneer was dat? Ja, zeg maar, zo 2004, 2005, 2006, 2007 daar. En fietste ik een beetje. En bij wie? Bij welke ploeg? Ik reed 2 jaar voor de Franse opleidingsploeg van Cofidis. Toen een jaar voor een klein Spaans ploegje. En toen nog een jaar voor Marco Polo. Dat toen zeg maar het B-team was van de Discovery Channel. Oké. Dus en heb je doping gebruikt? Ik heb het wel sterk overwogen. Maar ik heb het niet gedaan uiteindelijk. Nee? Want je zat midden in die tijd. Ja, dan. Achteraf wel. En misschien kon je wel harder fietsen. Als je doping... Nou ja, dat is heel waarschijnlijk, ja. Maar waarom heb je het niet gedaan? Nou, ik heb heel lang gedacht... als ik gewoon mijn kop in het zand steek... en ik ga er niet naar op zoek... dan hoef ik keuze niet te maken. Dus dan kan je het altijd houden. Je moet harder trainen en minder eten... en nog vroeger naar bed. Ja. En dat was jarenlang... heb ik dat volgehouden... totdat er een keer een ploeggenoot van mij was... die... EPO mee had genomen naar een Spaanse koers. Dus een Franse ploeggenoot. Hij werd buiten tijd gereden in die koers. Ja, zelfs met EPO op dus. Okay. Hij vertrok. En toen hij met zijn rolkoffertje tussen de deur stond van de hotelkamer, zei hij, er liggen nog een paar spuiten EPO in de minibar, je mag ze hebben. Dus toen ging hij weg en toen viel de deur dicht. En toen had ik echt, toen kon ik niet meer volhouden dat ik er niet naar... Als ik niet naar op zoek zou gaan, dat het niet op mijn pad zou komen. Dus toen was het echt op mijn pad. En toen heb ik echt een kwartier lang voor de minibar op mijn knieën gezeten. En met zo'n engeltje en een duiveltje op mijn schouder. Yeah. Maar waar ik heel bang voor was dat als ik het 1 keer zou doen, dat ik dan de controle kwijt zou raken. Mm. Omdat ik daar totaal niet in geloof, renners die het 1 of 2 keer doen en dan... Omdat het toch verslavend is. Ja, natuurlijk is het verslavend. Ja, als je ook maar het gevoel hebt dat het een heel klein beetje helpt, dan is het verslavend. Yeah. Weet je doet er alles voor. En op het moment dat je denkt dat daarmee je doelen dichterbij komen... dan is dat volgens mij extreem verslavend. Ja. En dat durfde ik eigenlijk niet. En achteraf ben ik er wel heel blij mee. Maar ik zeg er ook altijd bij dat ik wel makkelijk praten heb. Want ik had toen al een rechtenstudie afgemaakt... en ik kom uit een West-Europees land... waar je altijd een goed sociaal vangnet hebt. En ik kan me voorstellen dat als je uit Oekraïne of uit Wit-Rusland komt... en je hele familie werkt in een mijn... en die wordt toch niet ouder dan 55... Als je in die mij moet werken, dat de keuze misschien wel heel anders is. Omdat zij niets te verliezen hebben. En jij ik denk dat dat ook een groot probleem is in dopingbestrijding. Dat heel veel sporters weinig te verliezen hebben. Ja, zeker uit dat soort landen. Ja. En merkte jij in die tijd ook dat er sprake was van een zeer krachtige omerta? Dat moet je ook gemerkt hebben. Wist jij dat? Je wist dus dat er zelfs door ploeggenoten van jou... Ja. EPO gebruikt. Nou, dat heb ik toen ook wel echt gezegd. Ik heb dat toen gezegd. Ik ben naar mijn eigen ploegleider gestapt. Ik ben naar een official van de Franse Bond destijds gestapt. En die deden er niks mee. Oh. En weet je, ik denk dat er echt een omerta is... op het moment dat je echt midden in zo'n netwerk zit. En dat was er zeker. Je merkt ook heel erg dat het niet op prijs werd gesteld... op het moment dat je er naar buiten toe over praatte. Ik schreef toen columns... al. En daar schreef ik wel eens wat over en daar werd ik ook wel op aangesproken van. Dit willen we eigenlijk niet dat je moet de mooie kanten van de sport belichten, zeggen ze dan altijd. Ja. Dus ja, maar goed, ik ben niet iemand ik heb dus niet zelf doping gebruikt. Ik heb niet midden in zo'n netwerk gezeten. Dus ik heb ook zelf niet iets te verbergen, zeg maar. Dus in die zin ben ik dan niet echt het deel van de omerta. Maar ik merk wel dat ik er ook nu nog op wordt aangesproken door andere ex-wielrenners of wielrenners dat ik het nest zou bevuilen, zeg maar. Of dat ik de sport zou kapotmaken. Want jij bent een van de felste wielerjournalisten of sportjournalisten. Echt anti-doping en anti ook dat zwijgen. Ja. Van de sportjournalisten in Nederland in ieder geval. En zeker in België. Ja. En dat wordt je niet, nog altijd niet in dank afgenomen. Door veel mensen niet. Door veel mensen ook wel. Ik denk dat die nieuwe generaties daar juist wel blij mee zijn. Omdat ze zien dat er maar één manier is om het verschil te maken... met de tijd dat het echt heel erg rot was. Ik denk dat het sowieso een stuk beter is nu. Maar dat komt wel voor een groot deel door transparantie en door het er wel over te hebben. Ja, en nu heb je dit boek geschreven samen met Thomas Dekker. Is Thomas Dekker nou ook zo'n geval van iemand die eigenlijk niets te verliezen had? Goh, ik denk dat Thomas nog best wel veel te verliezen had. Nou, ook op het moment... Kijk, we zijn hier 3 jaar geleden eigenlijk mee begonnen. Ja, dat was eigenlijk op het moment toen het hele USADA-rapport van Armstrong kwam uit. We kregen die sneeuwbal, die rolde ook door naar Nederland. Rabobank-ploeg kwam onder druk te staan. Sponsor zei te overwegen, stekker uit te trekken. En toen begon het eigenlijk in Nederland te schuiven. Toen waren er echt allerlei renners die mij opbelden. En die zeiden, ja, ik heb hier nu heel lang mee gezeten en ik wil er toch eigenlijk wel over praten. En nu hebben we het idee dat de tijd er rijp voor is, omdat er meer... Oh ja. Die benaderde jou zelf. Ja, daar begon het eigenlijk toen mee. En toen zijn we met een groepje gaan samenzitten van mensen waarvan ik wist dat ze allemaal op dezelfde lijn zitten als ik. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk gewoon eens gekeken naar waar de wielersport stond. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het altijd... De dominante cultuur is altijd die van de gebruikers. En het wordt soort gerecycled, weet je wel. Dat zijn de grote kampioenen. Die worden volgens weer ploegleider of manager. En die genereren eigenlijk weer een nieuwe generatie die weer dezelfde denkbeelden heeft. Dus dat wilden we dat proberen te doorbreken. En door schoon bij elkaar te leggen wat wij allemaal wisten. Dus eigenlijk, dat was dan het buitenste schilletje van de ui, zeg maar. En vanaf daar, ja, als je dan met z'n allen bij elkaar gaat zitten en je gaat echt erover kijken wat je allemaal kunt ontdekken en kunt ontrafelen, ja, dan kom je aan een heel eind. En Thomas was toen een van de eerste, zeg maar, die echt vanuit het binnenste van het rotte, zeg maar, waar hij ooit in heeft gezeten, dat hij echt ging praten. Ja. En toen had hij nog heel veel te verliezen. Toen was hij nog renner bij Garmin. En toen was er ook wel echt sprake van... hij bekende bijvoorbeeld dat hij bij Fuentes was geweest toen. Toen was er wel echt sprake van dat hij nog een keer geschorst zou kunnen worden. Maar ik bedoel iets anders. Ik bedoel wat jij net vertelde over die jongens uit Wit-Rusland en Oekraïne. Mm. Die met de doping beginnen omdat hun ouders in de mijn werken en ze toch jong sterven. Ja. Gold dat ook voor Thomas? Had hij in zoverre... Ik denk dat Thomas alles te verliezen had, ja. Ik denk dat het... En dat zegt hij ook. Ik denk dat het een van de domste keuzes is van zijn hele leven dat hij doping heeft gebruikt. Als je zag wat voor een talent hij had. Ja. Gewoon puur fysiek, hè. En ik denk dat talent ook in je hoofd zit. En ook om van dat soort spullen af te blijven. Ik denk dat dat ook een talent is. Maar zeker als je achteraf kijkt dat het wielrennen 2 jaar nadat hij begint met doping gebruiken... is de invoering van het bloedpaspoort. Ja. Wat eigenlijk wel, misschien wel de grootste maatregel is. Of in ieder geval die de grootste verschonende werking heeft. Of opschonende werking heeft wat betreft doping. Ja, als hij met dat talent gewoon iets meer geduld had gehad... dan was hij nu waarschijnlijk een van de betere wielrenners... of een van de beste wielrenners van de wereld geweest. Ja? In plaats daarvan heeft hij niks nu. Maar hij had bijvoorbeeld... Hij zat eerst op het VWO. Een best wel slimme jongen, denk ik. Ja, hij is ook wel een slimme jongen. Toen deed hij niks, want hij ging alleen maar wielrennen. En hij heeft het ging naar Harvard. Dat heeft hij ook niet afgemaakt. Hij heeft lagere school. Ja, zijn MAVO is afgemaakt. Hè. Dat is toch ook tragisch? Ja, maar hij is gewoon extreem goed in zichzelf saboteren uiteindelijk. Door alleen maar te richten op de korte termijn en niet te realiseren dat hij, als hij iets meer geduld zou hebben en iets meer structureel ergens naartoe zou bouwen, dat hij daarmee maak je een lange, succesvolle carrière. Ja. En ja, als je nu terug gaat kijken, gewoon alleen naar zijn uitslagen toen hij 18, 19, 20 was, dat is belachelijk goed. Toen was hij al bijna wereldtop. Ja. En in zijn categorie was er niemand van die jongeren die zo goed was als hij. En als je ook nu gaat terugkijken, we hebben oude vermogensprofielen van hem gevonden. Oh. Ja, dat is echt belachelijk. Dat is beter dan jongens als Dumoulin nu, terwijl die al 5 jaar ouder zijn. Ja. Ja, het sloeg eigenlijk nergens op hoeveel talent hij fysiek had. Dus ja, wat hij gedaan heeft met doping, door er zo snel aan te beginnen. Door zo snel dan zoveel te willen. Mm-hmm. Ja, dat is voor hem, voor zijn carrière, echt dodelijk geweest. Ja, maar wat ik ook lees in het boek is dat hij ook een prinsje was. Thuis. Hij komt uit een redelijk eenvoudige komaf, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Ja, zijn vaders bagagesjouwer op Schiphol en zijn moeders badjuf. Ja, en hij heeft nog een zusje. Ja. Maar hij was er totaal... Hij kon nog geen boterham smeren, zegt hij zelf. En zijn moeder deed alles voor hem en zijn vader ook. Ja. En zelfs ook zijn zusje, als zijn moeder op het werk was, dan smeerde zijn zusje zijn boterham. Door en door verwend. Ja, maar dat is ook... Daar begint misschien wel zoiets. En denk dat er heel veel jongens van die leeftijd zijn die verwend zijn. Maar die ergens dan volwassen worden en die zich realiseren dat ze zo niet kunnen leven. Maar ja, dat was ook tijdens onze gesprekken afgelopen jaar. Ja, soms dan vroeg ik aan hem, ja, hoe vaak heb je eigenlijk zelf gekookt? Ja, een heel keer. Hoe vaak heb je in je leven in de supermarkt staan? Ja, misschien 5 keer. Ja. Ja, het enige wat hij doet, of wat hij deed, was dan met een hele dure stofzuiger, hele mooie baantjes in het tapijtzuiger. Daar moest ik ook vreselijk om lachen. Ja, en dat zijn heel precieze baantjes. Daar hebben wij natuurlijk ook heel erg om gelachen. Maar het geeft wel aan hoe eerlijk en hoe open hij er nu over praat. En dat is natuurlijk, ja, ik zou hem de dood voor schamen. En hij ook wel. Hij is, ja, dat je zo afhankelijk bent en zo, ja, onvolwassen ergens. Ja. En dat hij dat allemaal zo op tafel legde. Ja, soms lag ik echt onder de tafel. Dus als ik hem echt aan het uitlachen. En ik kan me niet voorstellen dat het echt heel leuk voor hem was. Maar het was wel heel open. Maar het gevoel bekruipt toch ook dat hij eigenlijk ook vindt dat hij een prins is. Want prinsen die hoeven dat ook allemaal niet. Nou, weet je wel, ken je dat sprookje van dat er zo'n jongetje wordt dan bij eenvoudige schoenlappers ondergebracht door zijn ouders om nederigheid te leren. En dan blijkt hij een prinsje te zijn, weet je wel. Dat het zo'n soort, dat hij dat ook dacht. Van ik hoor helemaal niet bij deze mensen. Ja. Dus die zijn eigenlijk, hij noemt het een doodnormale jeugd, een doodnormaal gezin. Ja. Maar je proeft dat hij bedoelt doodsaai. Voor hem, ja, maar als je het afzet tegen wat hij later allemaal meemaakt, was dat inderdaad doodsaai. Dat kan je je bijna niet voorstellen dat hij uit zo'n milieu komt. En misschien was het wel heel erg afzetten tegen dat milieu. Maar kijk, hij heeft zeker een hele lange tijd in zijn carrière gedacht dat hij dat inderdaad was, dat prinsje. Ja. En er zit ook, ja, er is één mooie anekdote dat hij gaat uit met een paar vrienden en dan is hij 18 of 19. En ze gaan naar de Jimmy Woo, een bekende discotheek in Amsterdam, en ze staan daar in de rij en ze komen er niet in, want er zijn gewoon 3 jonge jongens. Ja. Die uitsmijter denkt, ja jongens, jullie lekker ergens anders naartoe. En dan gaat hij heel hard schreeuwen en zegt hij, weet je wie ik ben? Ik ben Thomas Dekker. Ja. Terwijl op dat moment... Ik ben Thomas Dekker. Ja, niemand weet wie Thomas Dekker is. 19 jaar. Ja, en dan zegt hij ook mooi, dat is hem schreef ook mooi, dan zegt hij, ik was een vedette, alleen de rest van de wereld is het nog niet. Ja. En dat geeft wel aan natuurlijk hoe mensen in zijn directe omgeving over hem dachten. En hoe zijn ploeg over hem dacht. En hoe zijn toenmalige manager over hem dacht. Die hebben hem allemaal heel hoog op het paard getild. Is hij ooit afgeremd door iemand? Nee. Dat is natuurlijk de kardinale fout. Ja. Maar dat, ja, wel eens. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak als je nu naar jonge voetballers kijkt of jonge popsterren. Die worden alleen maar bevestigd. Ja. Dat kan niet goed zijn voor de ontwikkeling van zo'n karakter. Nee, maar volgens mij is het voor geen enkel jong mens goed als je alleen maar hoort hoe goed je bent. Nee. En hoeveel geld je zou moeten verdienen en hoe belangrijk je bent. Volgens mij moet je mensen in je omgeving hebben die je ook een beetje met de benen op de grond houden. En dat heeft Thomas niet gehad, nee. Maar hij heeft het ook... Want op een gegeven moment dan wordt hij is gewoon heel goed als supertalent bij de jongeren en bij de belofte en alles. Hij wint alles. En hij traint ook heel hard, hè, in zijn jeugd. Hij is hartstikke fanatiek. Ja. Hij leeft echt voor de sport en doet niks anders. Dus dan wil hij niet eens meer naar school. Zo heftig wil hij maar fietsen. Hij wordt er dolgelukkig van. En hij voorziet natuurlijk een toekomst met een gouden rand. En dan gaat hij op een vrij jonge leeftijd wordt hij al prof bij Rabobank. Ja. En dan ineens... lijkt het net alsof dat een breekpunt eigenlijk is. Alsof hij dan niet meer heel erg ervoor wil leven. Ja, maar ik denk dat dat het ook is. Het is ook een breekpunt. Hij reed in de belofteploeg van Rabobank, wat destijds de beste belofteploeg van de wereld was. En die wonnen echt alles. En Thomas reed als belofte. Dus in de jaren dat hij nog helemaal niet een officieel profcontract had bij het grote Rabobank. Maar eigenlijk een soort A1 contract, zeg maar. Toen reed hij al heel veel wedstrijden tegen de grote jongens en toen versloeg hij ze al. Ja. En hij won gewoon tijdritten van Wiggins en Cancellara op die leeftijd. Ja, dat is belachelijk dat hij dat gewoon toen al kon. Ja. Hij is nog niet eens uitgegroeid dan. Nee. Ja. Nee, het is gewoon echt een jochie nog dan. En hij gaat, ja, op dat moment in die ploeg gaat alles over wielrennen. En dat was ontzettend goed wetenschappelijk begeleid en... Daar stonden al superveel staf voor alle jochies klaar. En op het moment dat hij dus overgaat naar de grote jongens, naar de grote profs, ja, dan komt hij in de wereld terecht waar het helemaal niet meer alleen maar om wielrennen gaat. Maar daar gaat het dus, in de eerste trainingskampen gaat het al over hoeren en geld en heel veel drinken en tegen bushokjes staan te kotsen en in de gordijnen pissen. En voor hem is dat ook een breekpunt. Maar wist jij dit? Wist jij dit al, voordat hij dit vertelde? Dat dit zo ging bij de Raboploeg? Wat een bende het daar was? Dat is toch totaal niet professioneel? Nee, dat is het ook niet. Nee. En eigenlijk is die doping toen... Het was eigenlijk een soort compensatie bijna. Van ja, we zijn de hele nacht... Ik heb zo'n kater, ik moet even wat EPO spuiten. Ja, we gaan zo hoeren en snoeren de hele nacht. En dat compenseer je door er gewoon even iets in te gooien, ja. Ja, ik kan niet... Ja, maar wist jij dit al? Nee, ja, ik wist... Kijk, zeker, ik heb 3 jaar geleden echt een heel groot onderzoek gedaan en toen heel veel over geschreven. En toen heb ik echt iets van 200, 250 verschillende mensen gesproken, echt over doping. En dan vallen op een gegeven moment, daar vallen dan de schellen wel van je ogen en dat snap je. Op een gegeven moment zie je dat wel. Dus de doping, zeg maar, in het boek, ja, nou, goed, dat geloof ik dan wel ondertussen. Maar het afgelopen jaar hebben we dus echt over zijn leven gehad en dan gaan we niet alleen puur voor de doping. En ja, daar ben ik wel echt flabbergasted over eigenlijk. Over wat hij allemaal deed voor wedstrijden. Ja, weet je dat hij GHB gaat gebruiken samen met Max van Wezenrijk. GHB, ik viel van mijn stoel. Knock-out gaat op zijn bed en dan de volgende dag zijn wielen kloffie aantrekt. En gewoon doodleuk de koninginrit wint in een Spaanse etappekoers. Ja, dat is idioot. Roofbouw. Ja. Maar daar herken ik, daar zijn natuurlijk heel veel ploegen... In ieder geval heel veel renners die zich daar niet in herkennen. Dat is echt zo extreem. Ja, maar dan kom je er dus achter bij die Rabo. Hij komt daar gewoon in als 20-jarige. Ja. En eigenlijk, hij vindt zichzelf natuurlijk de totale topgorilla van de apenrots. Ja, meteen eigenlijk al. Maar dat is hij helemaal niet. Maar hij komt dan vervolgens gewoon in de onderwereld terecht, zou je bijna zeggen. Ja, het is gewoon een parallele wereld eigenlijk. Maar zo ontzettend onprofessioneel. Dat vind ik nog... Dat zijn gewoon amateursidioten van de carnavalsvereniging. Ja. Echt onbegrijpelijk. Zou dit bij andere ploegen ook zo zijn geweest? Of is het typisch Nederlands? Nee, zeker niet. Er zijn genoeg ploegen waarbij het gebeurde. En er zijn genoeg renners en ploegen waar het nog steeds gebeurt. Die gewoon allemaal naar de hoeren zuipen. Ja. En 10 minuten slapen voor de wedstrijd en dan... ja. En af en toe komen daar van verhalen naar buiten. Ja, weet je, en die Slek die in de Vuelta de hele nacht gaat zuipen. De verhalen van Frank van den Broeke zijn uiteraard bekend. Maar kijk naar waar Luca Paolini afgelopen jaar op wordt betrapt. Op cocaïne. Nou ja, hij zegt dan tijdens de Tour. Ik vraag me af of dat zo is. Maar in ieder geval cocaïne gebruikt. Ja. Ja, weet je, dat zijn allemaal excessen die gewoon... wat eigenlijk precies hetzelfde is. Alleen Thomas vertelt het nu. Ja. Ik zeg echt niet dat het gebeurt bij alle ploegen. En ik denk zeker nu niet meer. Want Thomas vertelt ook in het boek heel erg hoe wat van verandering in het wielrennen ondergaat. En dat hij, nadat hij terug is gekomen van zijn schorsing... Als hij bij Garmin terechtkomt, omschrijft hij hoe saai het daar is. Omdat niemand doet meer die dingen. Want zeker na het bloedpaspoort, na de invoering van het bloedpaspoort... En nadat er dingen strenger zijn geworden, zo dan... Je kunt niet meer veroorloven om de hele nacht te gaan zuipen. Nee. Omdat je het niet meer zo makkelijk kan compenseren met doping. Dus hij omschrijft ook dat het huidige wielrennen heel saai is. Dat trainers gewoon op hun bed liggen. Ja. Ja. Ja, heel professioneel. Gek genoeg. En heel normaal, zouden wij zeggen. Ja. Maar goed, er is absoluut nog wel een deel van de renners die nog wel dit soort excessen heeft. Ja. Ja, het is, want we weten het ook wel van voetballers, weet je wel. Die doen dat ook allemaal. Maar dat is toch totaal geen duursport, weet je wel. Voetballen, dat is helemaal niks. Wielrennen, dat is een verschrikkelijk zware, gigantische duursport. Dan ga je toch niet 2 uur slapen en heel veel zuipen. Maar goed, je merkt het ook al, je ziet het ook gewoon aan zijn lichaam of aan zijn prestaties door de jaren heen. Hij heeft gewoon roofbouw gepleegd. Ja. En... Ja, je merkt gewoon, je ziet, als je dus die vermogensprofielen zeg maar naast elkaar legt van wat hij kon als 19, 20-jarig jongetje. Als je dat al vergelijkt met wat hij deed in zijn werelduurrecordpoging, wat echt een heel goed niveau was en waar we allemaal voor hebben staan klappen. Ja, dat is gewoon een andere renner. Ja. Ja, als hij toen het werelduurrecord had aangevallen als 19, 20-jarige, had hij het verpulverd. En dat is natuurlijk... Ja, weet je, normaal gesproken worden renners beter tussen de 20ste en 30ste. Ja. En Thomas is alleen maar slechter geworden. Maar wat mij ook echt opviel, dat zei ik net ook al... Hij leefde er gewoon ook helemaal niet meer voor. Natuurlijk word je dan slechter. Maar goed, daar is hij zelf voor verantwoordelijk. Hij raakte het hele heilige vuur kwijt. Ja, hij is daar is hij 100% zelf voor verantwoordelijk. Maar zijn karakter was echt zo verschrikkelijk ongeschikt voor het klimaat en de periode waarin hij begon zeg maar, te fietsen bij de profs. Waarin het helemaal niet zo professioneel was. En waarin de mensen waar hij naartoe trok, en ik zeg zeker niet die hele ploeg, want ik denk dat de Rabobank, wat Thomas ook omschrijft, dus een deel van die renners die gebruikten doping en een deel die gingen zich te buiten aan allerlei excessen. En ja. Thomas is juist heel erg aangetrokken geweest door dat deel. Ik weet niet wat ik wou zeggen. Dat is voor hem het begin van het einde geweest. En daar had hij zichzelf aan moeten onttrekken, of hij had iemand, wel mensen nodig had die hem dat toen hadden duidelijk gemaakt. Maar bijvoorbeeld de Maassen, de ploegleider, die zegt op een gegeven moment, heeft tegen hem gezegd op een gegeven moment, helemaal ben je besodemieterd. Ja. En je blijft met je poten van die doping af. Er is sprake van dat je dat gaat nemen. En dat interesseert hem, daar had hij helemaal geen respect voor. Nee, maar ja, daarom, en veel mensen die hebben het over, weet je, waarom Michael Boogerd een belangrijke rol heeft in het boek. Maar ik denk dat weet je, Thomas heeft altijd heel erg opgekeken tegen Boogerd. De poster van Boogerd hing boven zijn bed. En dat was zijn grote held. En toen kwam hij over naar de profs. En hij keek gigantisch op tegen Michael. En ja, Michael bleek naast het wielrennen een ander leven te hebben. Mm. En ja, als jouw grote voorbeeld dat doet, dan ga je misschien wel sneller hetzelfde doen. En dat is zeker geen excuus. Want hij heeft het helemaal zelf gedaan. En hij is overal zelf bij geweest. Ja. Maar ik denk wel, dat is een goed voorbeeld. Tegen Frans Maassen, daar keek hij niet tegenop. Nee. Kon hem niks schelen. Nee. Hij zegt op een gegeven moment, niemand heeft... want hij had eigenlijk heel erg gehoopt dat er iemand in de ploeg of in de omgeving zou zitten... Maar die wel tegenop keek. Die zou zeggen... Ja, een echte of een grote vedette, een renner. Ja. Die zou zeggen, dat gaan we niet aan beginnen, kleine Thomas. Doe even met je rust en heb een beetje geduld. Maar ik denk dat... Wat denk je dat waar is? Dat hij dan een ander pad had gekozen? Want hij is zo destructief. Ja, dat weet je niet. Dat weet hij niet. Nee, dat is altijd de als-dan-vraag. Hij zegt wel eens, weet je, als een ploeg als Garmin of als tegenwoordig, wat er nu gebeurt bij Lotto, Jumbo of bij Giant, waar er heel erg antidopingbeleid wordt gevoerd. Ja, misschien had hij wel een paar jaar jonger moeten zijn, dat je in zo'n ploeg terecht was gekomen. Maar goed, dat is allemaal als-dan. Ja. Zijn karakter is in ieder geval niet om het heel rustig aan te doen en om het geduld te hebben. Precies. Want je hebt inderdaad, er staan heel veel anekdotes in het boek waarbij andere renners betrokken zijn of andere mensen uit het wielrennen. En die worden ook eigenlijk wel beschuldigd, zo hier en daar. Ja. En dingen over inderdaad een hoerenbezoek, samen masturberen voor een pornofilmpje. Allemaal heel onfrisse toestanden, heel veel drank en drugs. Ja. Waarom moest dit verhaal verteld worden? Deze verhalen? We hebben gekozen voor echt alleen maar de essentiële verhalen te noemen en de essentiële personen te noemen. Dus je hebt dat masturbeerscène met Steven de Jong. Dat is het eerste moment dat hij binnenkomt bij de profs. Ja. En dat is echt om aan te geven wat voor een verschil er was tussen de belofteploeg en de profploeg van Rabobank. Dus waar het bij de belofte alleen maar ging over wielrennen, krijgt hij bij de profs letterlijk op het moment dat hij binnenkomt lopen met zijn jas nog aan en zijn koffer achter hem aan, krijgt hij een handdoekje toegeworpen. In plaats van een hand. Ja. Ja. En dat is... Ja, toen Thomas het ook vertelde, zei hij echt, dat kan er niet in. Maar ja, dit zijn hele essentiële dingen in zijn vorming als renner en als mens. Heb je dit gecheckt bij Steven de Jong? En Steven de Jong, die praat al een paar jaar niet met me. Dus, Maar het kan ook dat hij het verzonnen heeft, Thomas. Dat dit niet gebeurd is. Dat lijkt me niet echt heel groot, want hij is niet echt heel blij mee, Thomas. Weet je, dit zijn niet dingen waar hij nou heel trots op is. Nee, hij is helemaal niet trots op het hele verhaal. Thomas Dekker is een enorme manipulator. Geweest, zeker. En soms is hij nog. Ja. Zou het kunnen dat hij jou ook gemanipuleerd heeft? Die kans is heel klein. Maar je mag het nooit uitsluiten. Daarom heb ik hem ook echt proberen te betrappen op leugens. Ja. Tijdens alle gesprekken. En echt proberen in de val te laten lokken. En zoveel mogelijk mensen die hij noemt bellen om het te checken. Ja. En Thomas is echt super consistent geweest in de afgelopen 3 jaar in zijn verhaal. En er is echt geen spel tussen te krijgen. En overal waar we aan twijfelden of dat de waarheid was, dat hebben we gewoon niet vermeld. Dat vroeg ik me nog af. Zijn er ook anekdotes die er niet in terecht zijn gekomen? Ja. Ja, dus. Ja, weet je, kijk, als je echt alleen maar een sensatieverhaal had zijn, dan hadden we er nog weet ik hoeveel bekende Nederlanders in gedaan en nog meer renners. Dus hij heeft nog wel kaart in zijn mouw wat dat betreft. Ja, het is zijn verhaal. En het is niet het verhaal van wat hij gehoord heeft of als er ergens een keer een passant was die iets deed wat totaal niet relevant was voor de vorming van Thomas als mensen was renner, dan was dat niet relevant voor het verhaal. Dus nu, ja, dat is wel, vind ik dan wel grappig. Thomas wordt dan beschuldigd van een sensatieverhaal te hebben opgeschreven, maar ja, ik kan niet zeggen dat het nog wel, als het echt over sensatie uit waren, dan was het nog wel iets anders geworden. Dat is bijna niet te geloven, want het is best wel sensationeel inderdaad. Ja. Of het is gewoon heel, ja, het is heel onluisterend. Ja. Dat is het vooral, maar dat had nog veel erger gekund. Ja, zeker. Maar wat ik opvallend vind is, weet je, we hebben de afgelopen jaren, zeker na Armstrong en zeker toen we begrepen eigenlijk wat voor een omerta hij oplegde aan zijn omgeving, hebben we best wel veel over omerta gehad en dat het zo goed zou zijn als, dat renners dat zouden durven te doorbreken. Ja. En volgens mij hebben we het boek van Tyler Hamilton ook allemaal verslonden en gezegd dat het zo knap was dat hij eindelijk tegen zo'n bullebak als Armstrong was opgestaan. En nu gaat het over Nederlandse renners en nu is er ineens een deel van het publiek dat dan er tegen is. En dat is, in het Engels heb je daar een woord voor, dat is bias. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat zou moeten vertalen in het Nederlands. Ja, het is gewoon, ze willen niet dat je de vuile was... maar als het dus van renners ver weg is, van andere landen, dan is het allemaal prima. Ja. En als het over Nederlandse renners gaat, waar mensen voor de bank hebben gestaan, langs de weg ervoor hebben staan klappen, dan is het ineens anders. Maar ik vraag me af of mensen Armstrong ook vergeven, hoor. Ik kan er wel een beetje lijk op. Ze hebben wel iets van elkaar. Of tenminste, Dekker heeft iets van Armstrong. Ook met dat manipuleren. Ook een beetje zo van eenvoudige kom af. En enorme honger naar geld en vrouwen en drank. En nou ja, dat Armstrong dan wat minder. Ik denk dat Armstrong veel berekenender is. Ik denk dat Thomas... Ja, precies. Want ik denk dat... Wat heeft Dekker niet dat Armstrong allemaal wel had? Ja, maar Armstrong heeft het allemaal gewoon heel berekenend gedaan. En Thomas heeft gewoon over heel veel dingen heel dom en kortzichtig. Ja, soms ook heel onbeholpen. Ja. En dat hij notabene naar Fuentes gaat in 2006. Net voordat Fuentes wordt gepakt. Hij heeft het ook heel slecht gepland allemaal. Ja, nou ja, wist hij natuurlijk niet van tevoren. Daar is hij nog... hij is nog... Met die dingen is hij nog soort van goed weggekomen. Omdat zijn naam lang verborgen is gebleven. Ja. Dat heeft hij uiteindelijk zelf verteld. Maar hij gaat ook bij Cecchini, heet hij toch? Die trainer, totaal verdachte Italiaan. Ja, ja, maar het interesseert hem gewoon echt nul. Hij wil gewoon zo snel mogelijk naar de top. En voor de rest komt het gestolen worden. Wie ook nogal onderuit de zak krijgt is Jacques Hanegraaf. Ja. Heb je die nog gesproken over alle... Ja, dingetjes? Zeker. Die heb ik de afgelopen jaren meerdere keren gesproken en gevraagd of hij commentaar wilde leveren op de beschuldigingen. En hij heeft elke keer gezegd, het is allemaal niet waar, maar ik wil er verder niet op ingaan. Maar dit is wel een... Want eigenlijk zegt Dekker dat het zijn schuld is. Jacques Hanegraaf heeft volgens Dekker hem naar Fuentes gestuurd. Ja. Bloeddoping. Nou goed, kijk, Thomas zegt ook heel duidelijk in het boek, en volgens mij doet hij dat heel stelselmatig ook, dat het allemaal dat de hoofdverantwoordelijkheid bij hemzelf ligt. En hij fileert, als iemand er slecht afkomt in het boek, dan is het Thomas Dekker zelf. Ja, maar andere mensen ook, vind ik. Zeker, maar daar begint ook, we hebben echt ook gezegd, we gaan niet wijzen naar anderen en je eigen verantwoordelijkheid wegschuiven. Dus hij neemt er zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Maar als er een manager is die een jongen van 21 naar een dopingarts brengt, van dat moment het meest beruchte dopingnetwerk wat er bestaat. Ja. Dan, ja, slechtste ook. Ja, dan is dat heel relevant. En dan kan dat niet wegblijven uit zijn boek. Dus ja, ik geloof dat best dat Jacques Hanegraaf daar niet heel blij mee is. Nee. Maar we gaan dat niet onder tafel vegen. Nee. En Michael Boogerd, dat zei je al, die krijgt ook... daar krijgen we ook allemaal heel erg sappige, vreselijke anekdotes over te horen. Ja. Ik realiseerde me pas toen ik het las dat hij gewoon toen nog steeds getrouwd was met... Hoe heet zijn vrouw met zijn hele mooie ingewikkelde naam? Nerena. En dan toch ook gewoon naar de hoeren en alles. Dat was vast ook niet helemaal de bedoeling van dat huwelijk. Maar het is trouwens ook voorbij gegaan. Maar pas toen hij gestopt was met wielrennen. Want hij zegt eigenlijk dat het beetje Boogerd zijn schuld is van die hoeren en al dat drinken. Hij geeft eigenlijk de cultuur aan die op dat moment heerste bij een aantal mensen, bij een aantal renners bij Rabobank. Ja. Maar zeker omdat Boogerd op dat moment een figuur was waar hij ontzettend tegenop keek, was dat voor hem wel belangrijk dat juist Boogerd het was die bijvoorbeeld die vroeg of die meeging naar een bordeel op het eerste beste trainingskamp. Ja. En Thomas zei ik, als dat iemand anders was geweest, dan had ik dat misschien wel helemaal niet gedaan. Nee. Juist omdat het Boogerd was het bijna een soort eer voor hem dat hij meteen werd opgenomen, zeg maar, in het... Ja, dat was zijn ontgroening eigenlijk. Zo heeft hij het misschien ervaren. Ja. Of hij wilde laten zien dat hij nog beter kon neuken dan... Ja, maar dan Boogerd. Hij wilde toch altijd de beste zijn. Of nog meer kon drinken. Hij zag gewoon heel erg dat, weet je wel... Het was gewoon een heel erg duidelijke cultuur. Je moest dan heel hard rijden. En s'avonds heel hard zuipen. En allemaal rare dingen. Dan moest je ook de beste in zijn eigenlijk. Ja, dus hij heeft dat vanaf het begin af aan meegekregen. En hij wilde daar niet voor onderdoen. En hij wilde echt laten zien dat hij er dan bij hoorde. Ja. En hij schrijft op een gegeven moment een beetje zo tegen het einde van het boek. En dan zegt hij... Hij wil dit verhaal vertellen ook als een soort biecht. Ja. Hij wil, wat beschrijft als de smerige waarheid, wil hij van zich afwerpen, daar wil hij zich van bevrijden. Ja. Maar wat volgens mij de bedoeling, of de bedoeling van een biecht is, dat je daarna vergeven wordt en daardoor voel je je bevrijd. Ja, is dat zo? Moet een biecht zijn? Dan moet je gericht zijn op de vergiffenis van anderen? Nou, dat is volgens mij het systeem van biechten. Dan ben je er vanaf, weet je wel. En dan kan je weer door met je leven. Ja. Maar ik vind niet dat hij echt berouw toont. En omdat die beschuldigingen ook erin zitten, lijkt het me moeilijk om vergeven te worden. Volgens mij wil hij niet vergeven worden. Nee, maar hij wil wel van die last af. Ja, hoe denkt hij daar dan van af te komen? Door dit bij een ander neer te leggen. Nou, volgens mij legt hij niet meer bij iemand anders. Volgens mij geeft hij continu aan dat hij zelf verantwoordelijk is. En weet je, hij heeft op het eind van de carrière heeft hij de kans... de UCI heeft hem gewoon een briefje gestuurd met onderteken dit. En Michael Boogerd wordt voor 8 jaar geschorst. Ja, dat vond ik zo'n raar verhaal ook. Ja, ik vind dat er heel weinig aandacht voor is voor de rol van de UCI bijvoorbeeld. Ik vind dat tamelijk dubieus wat voor een rol zij gespeeld hebben. Dat zij per se Boogerd wilden schorsen voor de toerstart in Utrecht. Maar als Thomas echt had willen afrekenen met iemand, dan had hij dat documentje gewoon getekend. En toen heeft hij ook heel erg nagedacht. En dat staat ook heel goed, of in ieder geval heel uitgewerkt in het boek volgens mij. Dat hij heel erg toen heeft nagedacht van, is het iemand anders de schuld dat ik doping heb gebruikt? En ga ik hier Michael Boogerd 8 jaar voor geschorst laten worden omdat ik van hem Dinepo heb gekocht? Ja. En dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Op dreiging dat hij zelf weer geschorst zou worden of dat hij er zelf weer consequenties van zou kunnen krijgen. Dus volgens mij laat hij ook daar heel erg mee zien dat de schuld bij hemzelf ligt. Maar, ik denk dat jij noemt het een biecht. Ik weet niet of dat woord... Hij noemt het zelf een biecht. Ik weet niet of dat woord ook echt genoemd wordt in het boek. Ja, maar echt. Ik geloof jou. Wat volgens mij... Het is iets... Thomas is iemand die graag... die praat veel met mensen. En het is een sociale jongen. Ja. En hij is van... Dat groepje bij Rabobank die dat doping gebruikte, is hij eigenlijk jarenlang de enige geweest. Nee, je kunt zeggen misschien samen met Rasmussen. Die consequenties daarvan heeft voorgeschoteld gekregen. Ja, hij heeft ook pech gehad. Hij had een retrotest mee te maken. Ja, misschien, ik weet niet of dat pech is of dat iemand heeft gezegd... misschien moet je die testen... Die urinestalen van Thomas Dekker nog eens een keer testen. Dat blijft een raar verhaal dat hij de enige, of vrijwel de enige is, die zo'n retrotest, die via een retrotest is gepakt. Zou dat een soort wraakactie van iemand kunnen zijn? Dat weet je niet, maar het is wel, gewoon puur feit is wel dat hij gestraft is voor wat hij heeft gedaan. En in tegenstelling tot heel veel andere mensen bij Rabobank. Die ermee wegkwamen. Ja, en die wel gewoon hetzelfde systeem hebben gebouwd. Die meehielpen en die er gewoon jarenlang mee zijn weggekomen. Maar dat feit dat hij de zondebok werd, zo noemt hij dat ook zelf, dat heeft hem ook heel rancuneus gemaakt. Ja. En misschien zijn wederopstanding verhinderd ook. Dat zou goed kunnen, maar het is eigenlijk gewoon een soort tijdbom geweest. Hij heeft jarenlang heeft het geprutteld en geprutteld en het moest er ooit een keer uitkomen. Ik denk niet dat Thomas is niet de persoon die zoveel rottigheid de rest van zijn leven met zich mee kan slepen. En ik denk dat het juist dat hij nu niet meer die rancune voelt. En is het een deel... Ja, ik geloof best dat er ergens heus wel een deel rancune in zit om het wel allemaal te vertellen. Het is ook een beetje een wraakboek. Nou, misschien. Maar ik denk niet dat en wraak is wel zoet. Dat is wel lekker. Dan ben je er wel vanaf. Ja, maar wraak, weet je, het zou wraak zijn als hij er zelf nu heel goed af zou komen. Als hij zichzelf nu hiermee te laten zien. Dat weet ik niet. Hij was toch al... Weet je wel. Ja, hij was toch al de bakhaas. Ja. Ja, ik weet niet. Ja, ik vind dat hij er zelf... Hij komt er super slecht vanaf. Ja. Maar andere mensen ook. Ja. Maar goed, wat hij wilde, weet je, het is bijna therapie geweest voor hem. Ja, natuurlijk, dat snap ik. Maar daarom denk ik ook dat het eerder... Het is geen biecht. Het is eerder gewoon... Iedereen die hem in de steek heeft gelaten in die periode dat hij 2 jaar geschorst... Niemand belde hem meer op. Hij mocht niet mee naar feestjes. Hij lag er gewoon uit, hè. Fuck you, Thomas. Je bent betrapt, sukkel. Ja, dat vind ik te makkelijk. Ik vind het te makkelijk om het zo allemaal op wraak af te schuiven. Want hij heeft ook echt... En dat was 3 jaar geleden. Denk je niet een klein elementje van wraak? Ja, dat zeg ik, hè. Ik denk wel dat er een element in zit. Maar, weet je, hij heeft 3 jaar geleden... was hij echt een van de kroongetuigen in het... naar buiten brengen van wat er allemaal gebeurde in het wielrennen. In het Nederlandse wielrennen dan. En dat had hij helemaal niet hoeven te doen. Ja. En hij heeft er echt wel lang over nagedacht toen. En weet je, hij heeft ook neefjes die fietsen. En hij wil gewoon per se niet dat die jongens dezelfde fouten maken als hij. Dus er zit ook... Weet je, natuurlijk is er zal heus een deel wraak in zitten. Maar er zitten ook hele andere elementen in. Ik denk dat er een grote veelheid van factoren is waarom die... uiteindelijk het verhaal wilde vertellen. En er zitten misschien donkere kantjes aan, maar er zitten ook hele lichte kantjes aan. Maar hij wil gewoon niet dat zijn neefjes hetzelfde gaan doen, of dat andere jochies hetzelfde gaan doen. Ja, denk je dat het ook... Zeker. Dat, ja. Want wat kunnen dan jongetjes en eigenlijk überhaupt de wielerwereld, wat moeten we hiervan leren van dit hele verhaal? Nou, ik ben echt opgebeld door veel mensen, ook beleidsbepalers bij grote ploegen... en die echt zeggen, we moeten hierover blijven praten... want dit is echt niet lang geleden. Nee, helemaal niet. En dit is gewoon wat er gebeurt op het moment dat je het uit de klauwen laat lopen... en op het moment dat je een andere kant op kijkt als ploegleiding... en dat je mensen niet ter verantwoording roept... op het moment dat ze dus over de schreef gaan. Ja. Dus dit is ook dit is wat zij ook moeten laten zien intern... over waarom ze bepaalde maatregelen nemen... En waarom die ene soigneur of dokter eruit wordt gezet. Mm-hmm. En ik denk dat is volgens mij ook wel het belang. Dat zeggen die mensen zelf ook. Dat is het belang van de waarheid over het verleden naar boven halen. Want als je er niet over praat en je kijkt gewoon de andere kant op. Dan gaat het door. Ja, mensen, zeker wielrenners, zijn mateloze mensen. En... als je ze het gevoel geeft dat ze alles kunnen doen... en dat ze er altijd mee wegkomen... Ja, dan krijg je in no time een cultuur die helemaal verdorven is. Ja. En dat wil je volgens mij... Ja, dat wil iedereen voorkomen nu. Nou, wat mij opvalt vooral is... dat zo'n jongen als deze... en er zijn natuurlijk heel veel van dit soort jongens... met zo heel erg veel talent... die echt ontzettend goed zijn... die hebben veel en veel straffere begeleiding nodig. Ja, die moeten een strenge vader hebben... waar ze bang voor zijn. Die ze bij wijze van spreken slaat... als ze te laat thuiskomen. Nou ja, het is inderdaad... wie kies je ook in je begeleiding? Hè? Ja, kies je de mensen die jou... Maar die kinderen... Dit zijn nog kinderen. Ook al is die 20. Dat is gewoon een kind. Ja. Die wilde helemaal niet aan. En die vrijheid. Maar dat lijkt me een hele belangrijke les. En dat is ook wat die heel erg wil meegeven, ja. En niet alleen maar aan wielrenners. Want dat zijn natuurlijk net zo goed genoeg jonge voetballers... waar je precies hetzelfde nu al fout ziet gaan. Ja, tuurlijk. Want het zit in elke sport zo. Maar dat mag, als je wielerliefhebber bent zoals ik... dan mag je dat nooit zeggen. Maar bij andere sporten is het veel erger natuurlijk. Of net zo erg. Maar dat is het probleem. Weet je, die kinderen, die jonge mensen... die hebben heel veel talent. Ja. En iedereen, waar we over begonnen... iedereen draagt ze op handen. En dat kan gewoon niet met zo'n karakterontwikkeling. Ja. Die moet gedisciplineerd worden. Zo'n type. Dat is volgens mij een van de allerbelangrijkste lessen. Ja, dat denk ik ook. En wat hij op een gegeven moment ook zegt... en daar weet jij vast ook meer van... hij zegt het gaat nu veel beter met de wielersport... Ja. Maar het is nog verre van schoon. Ja. Want, hoe weet hij dat? Hoe weet jij dat? Dat het verre van schoon is of dat het beter gaat? Nou allebei. Nee, het gaat beter... maar het is verre van schoon. Ja, ik denk dat er in het wielrennen... wat er nu heel erg speelt... is een soort van clash tussen... noem maar even het oude wielrennen... en het nieuwe wielrennen. Wat misschien wel de generalistische termen zijn... maar voor de discussie wel misschien even nu makkelijk. Maar je ziet echt dat er twee stromingen met elkaar vechten. Dus aan de ene kant de stroming die probeert... echt actief antidopingbeleid te voeren... en transparant te zijn... en weg te blijven van de randjes. En aan de andere kant een stroming die juist wel heel erg de grenzen opzoekt. En die wel de andere kant op kijkt. Ja, ja. En waar zie je dat? Loopt dat door Europa ook heen? Het is, voor een deel is het... Is het een geldkwestie? Soms. Maar je ziet voor een deel dat het een culturele kwestie is. En je ziet dat het ook vaak een kwestie is van... En noem dan eens landen, Spanje, Italië. Nou ja, Spanje, Italië is gewoon geen... Daar is, ja, is niks veranderd. Ik heb zelf in Spanje gereden, ja. Daar is niet veel veranderd, nee. En als je daar nu met renners praat... Ook renners die, Spaanse renners die betrokken zijn geweest in Operatie Puerto. Er zeggen echt renners van, ik zou best de waarheid willen vertellen. Maar het wordt niet op prijs gesteld in mijn cultuur. En dat betekent dat dan ook dat ze helemaal geen werk meer hebben? Want dat is natuurlijk ook heel bedreigend. Dat is ook altijd het probleem met Armstrong en in die tijd geweest. Als je erover ging praten, was het meteen einde verhaal. En dan had je misschien geen inkomen meer. Nou ja, goed. Kijk in landen als Spanje hoe er wordt omgegaan met renners als Valverde. Ja, die is gewoon doorbetaald tijdens de schorsing. En die kon gewoon weer meteen... De dag dat hij weer mocht koersen, was hij gewoon weer welkom. Ja, want dat wou ik ook zeggen. Dat is wel iets anders. Er zijn ook wel andere renners die geschorst zijn en wel terug zijn gekomen. Zeker, maar Thomas heeft er volledig met de pet naar gegooid tijdens de schorsing. Ja. En die heeft het daar gigantisch verklooid. Dus als je 2 jaar lang feest, dan kan je ook niet meer terugkomen. Nee. Maar, dan mis je ook die hele ontwikkeling. Wat heel erg belangrijk is... is dat je, zeker in Nederland en in Duitsland heb je dat heel erg gehad... is dat het voortbestaan van ploegen op het spel heeft gestaan door doping. Ja. En dat heb je gezien toen Rabobank de stekker eruit trok... en diezelfde ploeg een jaar lang gewoon zonder sponsor moest rondrijden... omdat niemand geïnteresseerd was. Mm-hmm. Daar zijn ze wel van geschrokken. Daar zijn ze heel erg van geschrokken. Ja. Nou ja, iemand Spekenbrink heeft zijn ploeg echt gebouwd op antidopingbeleid... En dat heb je in Duitsland even goed gehad. Ja, daar zijn een aantal hele grote dopingaffaires geweest. En er zijn gewoon eigenlijk is daar het profielrennen gewoon geïmplodeerd. Ja. En je ziet heel erg in die landen... Met name met Jan Ulrich natuurlijk. Ja, je ziet heel erg in die landen dat heel erg voor heeft gezorgd... dat beleidsbepalers daar zien dat antidopingbeleid... dat het zonder niet kan. Dat je het publiek en de sponsoren nooit meer meekrijgt. Nee. Als je het niet op een transparante en juiste manier probeert te doen. En natuurlijk kunnen er altijd dan dingen... individuele renners zijn die iets anders doen. Maar als je dat vergelijkt met landen als Spanje, maar ook met Rusland of met Kazachstan, ja, dat is gewoon een totaal andere cultuur. En daar staan voormalig dopinggebruikers nog wel op een voetstuk. En daar worden nog wel regelmatig renners gepakt. En worden de schouders over opgehaald. En renners worden als een soort weggooien product gewoon aan de kant geschoven. En er worden nieuwe renners ingepast. Ja. En door. Dus die twee culturen, die zijn heel erg... Dat is gewoon de oude cultuur eigenlijk. Dat is gewoon de oude cultuur, ja. En daar zijn renners gewoon gebruiksvoorwerpen. En die ontslaat er eentje als die wordt gepakt. En de verder boeit het je niet. Zou het toch het doorbreken van de omerta... Dus binnen het huidige profpeloton... Hè, die jongens uit Nederland en Duitsland... Laten we dan maar even net doen alsof die helemaal volkomen clean zijn. Ja, dat zijn ze niet, maar als zij gaan zeggen... Wat vroeger dus ondenkbaar was... Van die renner van Astana... Die heeft gewoon dood, dat weet ik. Maar dat gebeurt dan. Kijk naar want wat... dat is het enige wat ze kunnen doen natuurlijk. Maar gewoon dan zogenaamd verraden, maar dat is niet verraden. Dat is je sport beschermen. Maar dat gebeurt al. Kijk naar wat Marcel Kittel en Tony Martin de afgelopen jaren hebben gezegd. Kijk ook hoe iemand als Dumoulin zich uitlaat over die attestenaffaire met Wiggins. Dat is nu juist wat er gebeurt. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. Ja, dat denk ik dus ook. Dat renners... zich sinds een paar jaar gesteund voelen... dat ze in de publieke opinie... openlijk over doping kunnen praten... en het probleem kunnen benoemen. Niet bedreigd worden. Ja. Precies. Dus dat is volgens mij heel belangrijk. En daar, om dat te bereiken is er maar één... de basisbehoefte daarvoor is dat je erover praat... en dat je er transparant over bent. Ja, inderdaad. Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Thijs Zonneveld over Mijn Gevecht, een biografie van Thomas Dekker. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. En onder de gebruiksnaam Podcast Het Verhaal vindt u de pagina op Facebook en ook op hebban.nl. Knik daar op de like-knop, abonneer, volg of laat een reactie achter. En vertel het door als u deze podcast de moeite waard vindt. Hartelijk dank.